Hallo allemaal, leuk dat jullie weer terug zijn. Ik hoop dat jullie een goede pauze hebben gehad en weer lekker opgefrist zijn voor de volgende sessie. We gaan met elkaar nadenken over de cultuur binnen Secure Software Development. Daarvoor is Lisbeth vandaag de spreker. Voordat we daarmee gaan starten wil ik jullie een paar dingetjes even noemen, want het kan zijn dat er een paar nieuwe mensen bij zijn. En die nu denken, wat staan Lisbeth en Gerard toch enorm dicht bij elkaar. En dat mag helemaal niet van corona. Maar er zit een glasplaatje tussen. Dus wees niet bang, wij voldoen volledig aan de voorschriften van het RIVM. Mocht je toch vragen hebben, en mocht je tijdens de presentatie vragen hebben, meld die gewoon. Want dat kunnen we samen prima invullen in deze sessie. Dat doe je door je ook aan te melden. Sign in as guest. En dan kun je via de chat vragen stellen. Ik verdwijn zo meteen even uit het beeld. Dan zit ik achter een laptop en dan kan ik de vragen binnen zien komen. Dan sign ik daar Lisbeth over en dan loop ik straks het scherm weer binnen als jullie een vraag hebben. En dan kunnen we die stellen en dan zal Lisbeth die beantwoorden. Nou, Lisbeth die heeft zichzelf al enigszins via de website geïntroduceerd. Maar uiteraard doet ze dat nog graag tijdens deze presentatie. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop jullie ook. En ik wens jullie een hele fijne presentatie toe. En heel veel succes, Lisbeth. Dankjewel. Ik ga het vandaag hebben over, in een half uurtje ongeveer, over Secure Development. Het is een cultuur. En dan ga ik dit half uur voor te gebruiken aan jullie, om jullie, aan jullie uit te leggen wat ik daarmee bedoel. Voordat ik dat doe, ga ik eerst even iets over mezelf vertellen. Het is wel handig als je weet waar ik vandaan kom, zodat je ook begrijpt waarom ik deze uitspraken doe en waar ik vandaan kom. Nou, je ziet staan dat ik informatica heb gestudeerd aan de TU Delft. Dat klopt, maar eigenlijk begon het al eerder. Want op mijn 9e schafte mijn vader de eerste gezinscomputer aan. 3 maanden later heeft hij nog eentje gekocht, omdat ik de enige was die de hele tijd die computer bezet hield. Want ik vond het vanaf het begin echt fantastisch. Dus ik was lekker aan het programmeren, ook met DOS en alles. Was hartstikke leuk. Altijd heel enthousiast over geweest. En aan de TU natuurlijk nog meer enthousiastelingen over het vakgebied. En eigenlijk ben ik gedurende mijn carrière altijd bezig geweest met software development. Vroeger noemden we dat gewoon software ontwikkelen. Tegenwoordig noem je het vaker innovatie, als je iets nieuws hebt bedacht. Maar eigenlijk komt het wat mij betreft nog een beetje op hetzelfde neer. Sinds 1 jaar of 8 ben ik ook in security actief. Nou was ik altijd al een programmeur die een beetje aan de veilige kant zat. Ik vond het heel belangrijk dat wat ik maakte veilig was. En ik had ook wel eens kritiek op anderen. En later ben ik wat meer teams gaan aansturen, projecten gaan leiden. En eigenlijk heb ik altijd security wel belangrijk gevonden. Maar er was op een gegeven moment een punt, zo laten we zeggen 2003, 2004, werden er heel veel dingen gemaakt. Maar werd er eigenlijk nog steeds niet bovenmatig aandacht aan besteed. En zagen heel veel security professionals toen al dat best wel mislopen. Dus ik dacht, nou, ik ga me nu op security storten en ik ga me daar echt mee bezig houden. Voor een security bedrijf gewerkt en op een gegeven moment ben ik bij Fox IT terechtgekomen. Nou, dan zit je wel een beetje in het heetst van de strijd of dicht bij de keuken, om het maar zo te noemen. En daar heb ik me eerst met innovatie bezig gehouden en vervolgens ben ik ook projecten gaan doen en ook incidentprojecten. En op dat moment werden eigenlijk al mijn vermoedens en wat ik al dacht bevestigd. Want als je een keer een incidenttraject hebt gedraaid, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben gedaan, dan worden je ogen wel geopend. Dus dan kom je een bedrijf binnen en die zijn gehackt en die willen hun data veiligstellen en die willen weten wat ze moeten doen. En nou ja, ik vond dat de eerste keer echt best wel heftig. En als je dat een aantal keer gedaan hebt, dan kom je erachter dat het eigenlijk vaak dezelfde problemen zijn waar die bedrijven mee kampen. En dat is vaak dat ze inderdaad hun security niet op orde hebben, maar vaak ook best in simpele dingen. En security development, daar heb je het vaak al niet eens meer over. Nou, waar ga ik het vandaag over hebben? Ik heb mezelf net voorgesteld. Eerst ga ik even een voorbeeldje geven hoe cultuur kan veranderen in een bedrijf. En met cultuur bedoel ik cultuur ten opzichte van security. En daarna ga ik vertellen hoe je security kan zien binnen een organisatie, hoe die wordt ingevuld. Vervolgens ga ik ook een aantal
voorbeelden geven van wat helpend kan zijn om die security cultuur beter te krijgen. En die cultuur heb je dus naar mijn inzicht vooral nodig om ook aan security development te kunnen gaan doen. Jullie kennen natuurlijk allemaal het bedrijf Boeing, vliegtuigbouwer. En daar is het een en ander misgegaan de afgelopen tijd. Er zijn twee 737 Max neergestort. En dan zou je zeggen van, nou, wat heeft dat met software development te maken? Nou, ook alles. Ze hadden een nieuw vliegtuig ontworpen en daar zat een probleempje in. De motoren hadden ze wat hoger gehangen. En daardoor, bij het opstijgen, ging het vliegtuig eigenlijk net iets te veel naar achteren hangen. En toen dachten ze, goh, dat is vervelend, want ze wilden namelijk heel snel dit vliegtuig op de markt brengen, omdat Airbus ook net met een nieuw type was gekomen. Dus dachten ze van, nou, weet je wat, dat gaan we in software corrigeren. Nou, dat is op zich een heel goed idee, om te denken van, dit gaan we met software oplossen, dat kan. Het enige wat ze niet zo goed hadden gedaan, was het testen van die software. Dus de software zorgde ervoor dat als die neus te veel omhoog ging, dat die naar beneden werd geduwd. En dat is eigenlijk waar die twee ongelukken ook door zijn ontstaan. Dat het vliegtuig door de software naar beneden werd gedrukt en dat de piloot eigenlijk niet wist hoe hij daarmee om moest gaan. Sterker nog, ze hadden de piloten ook niet gebriefd dat dit systeem in gebruik was genomen. Ze hadden alleen maar gezegd van nee, iedereen kan met dit toestel zonder veel extra training. Gaat helemaal goed komen. Dus dan zie je eigenlijk dat binnen zo'n bedrijf als Boeing, wat eigenlijk natuurlijk heel risicoavers is, het laatste wat je wil als vliegtuigbouwer is dat je vliegtuigen gaan neerstorten, dat toch de cultuur dusdanig is veranderd dat de hele manier waarop software development gezien wordt en waarop testen worden uitgevoerd in best korte tijd veranderen. Dus er was een druk vanuit het management om dat toestel op de markt te brengen en ook om dat gecertificeerd te krijgen, want dat is ook extern wel gebeurd. En ze hebben eigenlijk de testtrajecten allemaal verkort en daar minder geld in gestoken. Nou ja, dat is wat mij betreft best een krachtig voorbeeld van ja, hoe iets kan veranderen in een bedrijf. Nou, dat was alvast even een tipje van de sluier over hoe iets mis kan gaan. Ik ga het nu niet alleen maar hebben over dingen die fout gaan, maar ook over dingen die goed gaan. Maar voordat je kan begrijpen hoe security ervoor staat binnen een bedrijf en ook hoe secure development wordt gezien, zou je eigenlijk moeten weten hoe staat security binnen deze organisatie. Hoe wordt er tegenaan gekeken en ook hoe zijn de mensen die ermee bezig zijn. Nou, de eerste, ik ga je vier soorten zien van security binnen een organisatie vertellen. De eerste die ik ga behandelen is de security enabler. Dus het mogelijk maken van dingen binnen je bedrijf. Doordat je vanuit security zegt, oké, wij kunnen dit. Dus stel je wil met z'n allen remote gaan werken, wat best een relevant thema is op het moment. Dan zegt jouw security officer of de mensen die de security regelen, die IT'ers, die zeggen oké, wij gaan zorgen dat dat veilig geregeld wordt. Ook als er iets voor je klanten gemaakt moet worden, gaat de hele organisatie ervoor om zo veilig mogelijk een software te maken. Dat is eigenlijk de ideale situatie, zoals iedereen hem wil hebben. De tweede smaak die je hebt is security als technologie. Nou, die zit eigenlijk redelijk dicht tegen enabler aan. Maar daarmee zegt een organisatie eigenlijk, security is een technisch vraagstuk dat we moeten oplossen. Dus we laten het redelijk dicht tegen IT aanzitten. Met die technologie zorgen we er eigenlijk voor dat de vraagstukken binnen de organisatie worden opgelost. Wat je hier een klein beetje mist is dan awareness en gedrag. Als je het zo technisch benadert, dan mis je eigenlijk dat de mens ook een belangrijke zwakke schakel is. Wat jullie waarschijnlijk allemaal wel weten in het security landschap. Maar goed, op zich is dit nog best een gezonde houding ten opzichte van security. De derde is eentje waar ik zelf altijd als security, gepassioneerd security persoon moeite mee heb. En dat is om er vanuit security, vanuit compliance naar te kijken. Compliance is natuurlijk handig. Het is handig om af te checken of je dingen hebt en audits te doen en te weten of je volledig bent, of je alles hebt geraakt. Maar als je security alleen maar ziet als een setje Excel sheets die je moet invullen, als de box gecheckt is, dan zijn we in principe klaar. Naar mijn idee zou security veel organischer moeten zijn en veel meer in de DNA van iedereen moeten zitten.
Dus ja, compliance is handig. Ik zou misschien security en compliance ook scheiden. Dat zie je ook binnen sommige organisaties. Maar als dat de optiek is van het management, hoe er tegenaan wordt gekeken, dan kom je er niet helemaal. Zeker ook niet ten opzichte van je development team, want die zijn niet zo heel erg gevoelig voor dit soort voor dit thema. Maar daar kom ik later nog even op terug. Nou, dan heb je de laatste, nummer 4, die heb ik ook rood gemaakt. Security als kostenpost. Nou, dat is eigenlijk het slechtste scenario waar je in kan zitten. Dan werk je binnen een bedrijf wat IT überhaupt al heel duur vindt. En security komt er dan nog eens overheen als kostenpost. En wordt eigenlijk altijd in die hoek geplaatst. En op het moment dat er een investering nodig is, dan is dat altijd heel moeilijk om voor elkaar te krijgen. Omdat eigenlijk het nut niet wordt gezien. En ook niet het nut voor de klanten van zo'n bedrijf. Nou ja, kostenpost situatie wil je als CISO eigenlijk nooit in werken. Dat is, en als developer wil je dat eigenlijk liever ook niet. Dan ga ik even kort wat relevante rollen en stakeholders binnen een bedrijf benoemen die te maken hebben met secure development. Dus je zou zeggen van dit regel je binnen je team. En daar moet je zorgen dat alles belegd is en wordt geraakt. Maar buiten het team zijn ook heel veel rollen die er iets mee te maken hebben. En waar je ook aan moet denken op het moment dat je secure development goed wil inrichten. Nou, de eerste groepje wat ik benoemd. Het is niet uitputtend deze rollen. Het is meer ter voorbeeld. Het is ook niet in elke organisatie hetzelfde. Maar aan je developer kant heb je gewoon je developers, je product owner, je architect. Eventueel je designers en iedereen die daar, of een business owner kan er ook nog bij zitten. Dus dat groepje moet eigenlijk intern zorgen dat hun proces op orde komt, zodat ze secure development doen. Maar bijvoorbeeld een product owner moet ook heel erg naar buiten toe verkopen dat je bepaalde security items op de volgende sprint wil zetten. En dat je ze niet te veel naar de achtergrond wil laten zakken op de backlog. En ook binnen het team moet je daar eigenlijk consensus over kunnen krijgen. Van is het nu belangrijker om deze extra functionaliteit te gaan maken, of is het belangrijker om die security patches te gaan doen. Of bijvoorbeeld een test te gaan inregelen. Nou, dan heb je een andere soortige groep stakeholders en dat is eigenlijk de board van je bedrijf. Ja, die bepalen natuurlijk uiteindelijk wat er gebeurt. Die hoeven ook niet zo heel direct technisch te weten waar je mee bezig bent. Maar het is wel fijn als ze begrijpen wanneer er extra tijd nodig is voor testen. Wanneer bepaalde security problemen nog niet zijn opgelost. De CISO heb ik er even onder gezet. Die heeft natuurlijk veel contact met de board, die moet daar ook rapporteren. En is ook een zeer belangrijke stakeholder. Naar mijn idee zal je altijd een heel betrokken CISO moeten hebben bij je secure development. Dat, in de praktijk is dat helaas niet altijd zo. Maar je kan wederzijds heel veel aan elkaar hebben. En alleen al omdat de CISO ook op een ander niveau in de board praat. Dan is er nog een ander groepje. Waarvan je niet direct misschien zou zeggen, die hebben iets te maken met secure development. Maar ze hebben wel impact op het project en op het product. Dus marketing en sales zijn heel bekend omdat ze vaak druk kunnen gaan zetten of een bepaald product nu gelanceerd wordt of niet. Marketing maakt daar plannen voor. Sales ligt al klanten in dat iets op de markt komt. En dat heeft dus via een omweg ook weer enorme impact op secure development. Dus je kan nog zo strak je processen hebben afgesproken. Maar als op een gegeven moment je deadline in zicht is en je haalt het niet, ja, dan wordt het een moeilijk spanningsveld. Ook financieel, een financiële afdeling. Er kan ook iemand in je board zitten die financieel onderlegd is. Het kan op een gegeven moment een probleem worden om een bepaalde investering nog te krijgen. Om je project te laten uitlopen of om een bepaald product aan te schaffen wat je nodig hebt binnen je development. Maar financieel kan ook in jouw voordeel werken. Want financiële mensen doen ook aan risicoanalyse. Die doen dat dan weliswaar op investeringen en op hoe het financieel loopt met het bedrijf. Maar ze hebben wel degelijk impact, dus je kan ze ook voor je winnen door aan te geven dat iets een risico is en ook potentieel een financieel risico. En dat kan dus eigenlijk ook een handige stakeholder zijn om te gebruiken. Nou, dan zoom ik nog heel even in op de CISO ten opzichte van development. Het is gelukkig niet altijd zo, maar ik heb meerdere malen meegemaakt dat er echt een koude oorlog ontstond tussen de CISO en het development team of alle developers in huis, jullie misschien ook wel. Dan was het vaak in mijn beleving een CISO die aan de compliance kant zat. Dus die vooral bezig was
om af te dwingen dat bepaalde dingen wel of niet gebruikt werden en dat bepaalde boxjes werden gecheckt. En ja, een development team, dat zijn creatieve mensen die willen graag dingen maken en die willen niet beperkt worden door iemand die voor hen onduidelijke redenen ineens dingen gaat verbieden of gaat opleggen om te doen. Als die samenwerking er is, dan is het geweldig, maar het kan elkaar ook echt tegenwerken. En dat heeft natuurlijk ook alweer allerlei consequenties voor de mensen met wie ze praten en de board. Dus dat kan een heel moeilijk spanningsveld zijn. Aan de andere kant, als je een hele betrokken CISO hebt die geïnteresseerd is in wat er gemaakt wordt, die zelf ook een passie heeft, die een beetje zo'n nerd-achtergrond heeft, dan kan je juist een enorm leuke, stimulerende samenwerking hebben tussen die twee. Nou, heb ik nog eventjes een Scrum-team erbij gezet. Voor degene die de SME niet kent, dat is een Subject Matter Expert. En die wordt eigenlijk gebruikt door het Scrum-team om dingen uit te leggen over de business waarin ze werken. Of over het product wat ze gebruiken. Het grappige is dat je die eigenlijk ook voor security zou kunnen inzetten. Want deze mensen die weten heel erg goed hoe ze hun werk doen en wat voor soort data daarbij komt kijken. Dus die kan je ook weer gebruiken om potentiële risico's in kaart te brengen en eventueel dingen af te dichten in de software of in je proces. Nou, hier in dit plaatje zie je een product owner en een business owner. De business owner die praat dan met de stakeholders en dat is ook weer de board natuurlijk en de klanten. Wat heel belangrijk is dat je dus binnen het team voldoende draagvlak krijgt voor security. Dat begint al met het moment dat je de applicatie gaat ontwerpen. Dan moet je je ontwerp eigenlijk al door je CISO laten reviewen of iemand anders die daar geschikt voor is. Vervolgens moet je eigenlijk elke eind of sprint moet je bepaalde tests doen. En het liefst maak je automatische tests, zodat elke wijziging die je doet eigenlijk weer security test kan worden uitgevoerd. Nou, dat is eigenlijk alles wat ik hierover wilde zeggen op dit moment. Op het moment dat je met je team de processen goed hebt ingericht, dus je hebt terugkerende risicoanalyse eigenlijk ook op het product wat je aan het maken bent. Je zorgt dat je backlog wordt geschoond op security vlak. Je zorgt dat er uitgebreid getest wordt en dat patches ook weer getest worden op het moment dat er security problemen zijn. Dan ben je er nog niet. Want wat ik net al zei, over het voorbeeld van Boeing. Als er druk komt, product moet worden opgeleverd. Dan kan het toch zijn dat je wordt gepasseerd. Dus je hebt het mooi geregeld als team. De product owner heeft gezegd dat het af is, maar eigenlijk was het niet af, want er moest nog getest worden. Je moet het dan toch gaan lanceren, terwijl je eigenlijk niet tevreden was over de kwaliteit of in ieder geval over het security level. Nou, dat is op zich niet erg. Dat kan gebeuren. Dat gebeurt ook in elke organisatie. Als je maar gewoon zicht blijft houden op de dingen die belangrijk zijn en het in de volgende sprints oppakt, dan hoeft er in principe niks aan de hand te zijn. Dat is een mooi moment voor een vraag bij de volgende slide. Gerard, die komt er eventjes bij. Ja, ik heb een vraag inderdaad gekregen van René Verkijk. En die vraagt, is het inzetten van een Security Matter Expert ook goed om dat te doen? Een subject matter expert. Ja. Op het gebied van security. Ja. Nou, het gaat er eigenlijk meer om. Een subject matter expert die is waarschijnlijk geen security specialist. Dus die kan niet de security beoordelen van het product. Maar wat hij je wel kan vertellen, is hoe hij zijn werk doet. Dus ik heb zelf ook wel, als ik ergens op de vloer loop als CISO, en ik ga mensen vragen van, hey, bijvoorbeeld ik loop bij een HR-afdeling langs en ik vraag van, wat doen jullie eigenlijk met cv's? En dan zeggen ze van, cv's, die gooien we netjes weg op tijd en dat gaat volgens dit proces. En dan zeg ik van, ja, wat doe je er eigenlijk mee als je ze gemaild hebt naar iemand? Ga je dan ook binnen de organisatie kijken of dat cv weer wordt weggegooid die de persoon? Nee, dat gaan ze niet doen. Zover gaat het niet. Nou, dat is eigenlijk een simpel voorbeeldje van wat een subject matter expert je zou kunnen vertellen over zijn werkzaamheden, waardoor je weet van oké, dus ik krijg misschien nog wel meer data, gevoelige data binnen in mijn systeem dan ik nu verwacht. Velden worden bijvoorbeeld anders gebruikt dan staat aangegeven in het ontwerp.
En dat kan je gewoon enorm helpen om dingen veiliger te krijgen. Oh, er komt nog een vraag. Nou. Hij geeft een kleine toelichting op zijn vraag. En dat is, kunnen we een security specialist ook inzetten als een SME? Dat is een goede vraag. Ja, dat kan. Je kan sowieso natuurlijk in je team zorgen dat je mensen raadpleegt om je software beter te krijgen. En zo'n subject matter expert is er één van. Maar een security expert als onderdeel van het team of persoon die je vaak kan raadplegen is inderdaad ontzettend handig. Ik kom straks nog op een ander aspect hoe je meer security in je team kan krijgen. Maar dit is inderdaad een hele goede manier om ook meer bewustwording bij programmeurs te krijgen van wat ze aan het bouwen zijn. Nou, mijn volgende onderwerp was wat is helpend? Dus hoe kun je zorgen dat je organisatie meer open staat eigenlijk voor secure development en ook voor security in het algemeen? Nou, waar ik zelf ontzettend goede ervaringen mee heb, is een developer met security pet. Soms is hij er al in een team. Dat is iemand die eigenlijk altijd zegt van, ja maar jongens, dat is niet veilig. Of ja maar jongens, heb je dat getest? Of weet je wel dat die plugin niet oké is? Of hoe ga je dat dan doen met je configuratie? Als je die persoon al in je team hebt, dan is dat geweldig. Maar als je hem niet hebt, dan kun je wel afspreken met je team om de beurt die pet op te zetten. Dus bijvoorbeeld een periode van 6 maanden af te spreken, waarin die developer specifiek steeds vanuit een security oogpunt naar het product en naar het proces blijft kijken. En zeker als je rouleert, dan is het ook niet vervelend. En de meesten vinden het uiteindelijk ook best wel leuk om te doen. En zo'n security expert, de vraag die net gesteld werd, die zou je daar ook in kunnen betrekken. Dus je kan ook zou kunnen zeggen, die developer die de security pet heeft, gaat gewoon regelmatig zitten met de security expert om het te hebben over de onderwerpen waar die zich op dat moment zorgen over maakt. Een ander helpend ding is risicoanalyse voor iedereen. Het staat er op mijn slide. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik geloof erin dat als je goede risicoanalyse wilt doen, dat je dat eigenlijk op elk niveau in de organisatie zou moeten doen. Dus je wil eigenlijk dat de ene marketingcollega de andere marketingcollega vragen gaat stellen over hoe hij zijn werk doet. Dat je op die manier eigenlijk veel beter beslaat wat er nou gebeurt in een organisatie. En al die informatie weer bundelt en samenbrengt bij degene die voor die risicoanalyse, meestal de CISO, verantwoordelijk is. Eigenlijk doe je dat binnen je development team ook. Dus het mooiste is als je als team regelmatig gaat zitten, elke sprint of misschien elke 2 sprints... om een risicoanalyse te doen op de software die op dat moment staat. En alles wat erbij komt kijken. Op het moment dat je die risicoanalyse laat doen, worden ze kwalitatief beter. Dus dat er niet iemand met een klapblokje langskomt om alles in kaart te brengen, maar mensen het echt zelf doen. Je kan het ook nog laten rouleren, dat je het niet al te vaak hoeft te doen. Dat je maar af en toe tot een risicoanalyse komt. Dat je die hoeft uit te voeren. Wat je er ook mee bereikt, is dat mensen op een andere manier naar hun omgeving gaan kijken. En dat ook als je het woord secure development laat vallen in een board, dat mensen ineens denken van, oh, secure, heeft dat met risico's te maken? Ja, inderdaad. Die mensen in de board, die hebben ook naar hun eigen werk moeten kijken, naar de gevoelige documenten die je gebruikt. Dus naar mijn ervaring is als je dit maar op kleinschaal kan opstarten, wordt het eigenlijk als een olievlek, gaat het door de organisatie heen en krijg je gewoon meer draagvlak in feite voor het uitvoeren van risicoanalyses, maar ook voor het brengen van meer security en meer awareness in de organisatie. Nou, en het laatste helpende ding wat ik wil benoemen is de security mentaliteit en de juiste CISO. Nou, dat is eigenlijk een beetje een samenvatting van wat ik net allemaal heb verteld. Als je security ziet als helpend en ook als je security ziet als iets wat van iedereen is, wat ook bij iedereen's werk hoort en wat iedereen goed kan beoordelen voor zijn eigen werk, dan wordt het makkelijker om dingen te bereiken. Ja, en een goede CISO die zowel past bij de organisatie als de dingen kan aanpakken die aangepakt moeten worden. Die helpt ook enorm om je secure development op een hoger plan te krijgen. Wil ik jullie ontzettend bedanken. Of ik ga nog even naar Gerard kijken of er nog nieuwe vragen zijn gesteld.
Nee, er is geen nieuwe vraag gesteld. Ik heb nog wel een vraag die ik graag aan je wil stellen. Ja. En dan kijk ik even naar het voorbeeld met de vliegtuigbranche. Of als je kijkt naar vervoer, auto's. Mm-hmm. Steeds meer software komt in. Steeds meer van voertuigen worden uitgerust met software. Ja. Vind jij dat er een extra controle zou moeten plaatsvinden door een onafhankelijke autoriteit die controleert of iets voldoet? Want het gaat steeds meer maatschappij raken als dat niet goed is geborgd. Ja, dat is een goede vraag. Het grappige is dat bij het voorbeeld van Boeing, die hadden die autoriteit. Dus dat moet allemaal door de Amerikaanse autoriteit gecontroleerd worden of het klopt wat ze hebben gedaan en of ze afdoende hebben getest. Mijn antwoord is nee. Ik geloof dat de industrie dat in principe zelf moet regelen en ook zelf die kwaliteitsstandaarden moet halen. En ik denk ook dat uiteindelijk het bedrijf zelf de enige is die die kwaliteit kan waarborgen en kan zorgen dat het veilig genoeg is. En nou ja, je hoopt natuurlijk niet dat het wordt afgestraft met slachtoffers. Maar uiteindelijk geloof ik wel in het zelfregulerend mechanisme van bedrijven. Oké. Daar was ik even benieuwd naar. Dankjewel. Oké. Nou, jullie allemaal ontzettend bedankt voor jullie aandacht. Dit was het einde van mijn presentatie. Ik hoop dat jullie er wat van hebben opgestoken. En je kan hem altijd terugkijken als je later bent ingeschakeld.